Eerst even naar het ontbijt. Even kijken wat er allemaal staat. Echt gigantisch ontbijt. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Met van alles. Fruit. Sapjes. Ik weet niet hoeveel soorten brood, maar... Gewoon echt wel tig soorten brood ook. En... ze bakken eieren en ham. En hier begint het al, de gezonde toestanden allemaal. Tropisch fruit. Oh, zit hier nog ontbijten. Nou, moet je kijken, man. Lekker hoor, een kiwi. Nou, ik ben toch gezond bezig, mensen? Ja. En dan krijg ik toch het bloed waar ik niet gaan kan op de vroege ochtend. Mmm. Een stuk beter als de kiwi. Ik ben ook een snoeperd. Het zonnetje schijnt volop zoals je ziet. Ik heb het ontbijt al gehaald. Het gezin is op dit moment binnen. Lucas is lekker aan het spelen op de telefoon. Want ook hier moet Pokémon gespeeld worden. Je zal het niet geloven, maar ook op vakantie. En dat is een hele klijf, hè? Want dat moet allemaal gezocht worden. En die beestjes, ik weet allemaal niet hoe het werkt. Maar het schijnt dat hier ook Pokémon zitten. Maar ik ben gezond bezig, mensen. Kijk. Oké, ik weet het. Semi-gezond, er ligt een worstje bij. Maar goed, dat moet kunnen. Dat moet kunnen. Het is vakantie. Nou, ondertussen zitten we hier lekker te ontbijten. Iedereen heeft lekker eten hier op het bord liggen. Ook gezonde dingen. Ik zie hier eieren met ham. Smaakt het, Fransje? Lucas heeft al een pannenkoek op. Heeft hij helemaal op, zie ik overigens. Ook helemaal top. Nou, de jongens ook. Nou, iedereen is hier voorzien. Gaat het lekker, Maris? Super. Kijk, we zitten allemaal hier in onze vakantiemodus. Nou, even lekker ontbijten en dan gaan we dadelijk naar het zwembad. En daar blijven we zitten tot vanavond. Waar liggen we eigenlijk? Wat zei je, Maris? Waar we liggen. Wij liggen eerste rang, Maris. Wij liggen voor aan het zwembad. Oh, is dit goed? Ja. Zes prachtige stoelen naast elkaar, voorzien van handdoek. En de middelste stoel is voor jou. Is dat dik voor elkaar of niet? Dat wou ik zeggen. Kun je gewoon hup vanuit je stoel en je plonst in het water. Ik heb overal overzicht. Je hebt overzicht. Ik heb vandaag gebad, juffrouw. Heeft natuurlijk wel een reden, hè, dat we gewoon op een goede plek liggen. Want we moeten natuurlijk de hele dag babysitten. Op Lucas en Fransje gaan we natuurlijk letten de hele dag. Gaan we ook vermaken, balletje gooien, je kent het allemaal wel. Dus dat is niet zomaar iets. Ik ben de hele dag daar aan. Nou, ik zit lekker in het water. Kinderen gaan zo lekker overgooien met de bal. Fransje zit er al in, zoals je ziet. Ja, dit is toch waar het om draait, jongens. Gewoon lekker met je gezin even op en uit. Helemaal super eigenlijk, als ik eerlijk ben. Beter kan eigenlijk niet. Gewoon lekker badderen. Als een soort zeehond. Dat peer ik mij de hele dag hier in het zwembad. En zoals ze dan op zijn Spaans zeggen. Hasta la vista. Hasta la vista. Gaat lekker, jongens? Ja, heel goed. Mooi. Top. Maris gaat nooit meer weg. Nou, ik zie Mariska ook het bad inkomen. Lekker, Maris. Het is best koud. Het is heerlijk water. Het is heerlijk. Koud zou ik bedoelen. Hey, zijn de stoeltjes naar je zin? Ja, topplekkie. Lekker overzicht. Kom maar, wat hier voor spelen vandaag? Kijk, mensen, een blije vrouw is het halve werk. Wat wil je nog meer in het leven? Zeg het maar. Zeg het maar. Hier.
achter mij het prachtige strand van Tenerife. Echt schitterend mooi, hemelsblauw het water. En heel eerlijk, ik vind het heerlijk om even lekker zo te wandelen, even lekker na te denken over het leven. Te beseffen dat we toch heel erg trots en blij mogen zijn dat we dit hier mogen beleven. En zeker het gezin, wat op dit moment lekker aan het ontspannen is in het zwembad, is het toch fijn om hier even te mogen zijn. Maar goed, ik ga het lekker vakantie vieren. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken allemaal. En tot vlogs. Houdoe. Ja, ik zeg altijd tegen mezelf, jongens, je moet genieten. Je moet gewoon elke dag plukken. Als je zelf de dag niet plukt, dan plukt niemand de dag. Dus ik pluk hem weer. Pluk gewoon de dag.